Bent u ook zo'n opa of oma die zo intens kan genieten van de kleinkinderen? Wat is er nu leuker dan sprookjes aan en voorlezen? Kunt u zich voorstellen die opgeheven snoetjes vol spanning naar wat er komen gaat? Alleen jammer dat u dat niet altijd zelf kunt doen. Misschien wel omdat u te ver weg woont. Of kan het toch wel? Ik heb namelijk iets leuks voor u. Een sprookjesboek dat u helemaal zelf kunt inspreken. U kunt zelfs voorafgaand aan het sprookje een leuke persoonlijke boodschap inspreken voor uw kleinkind. Luister maar. Gefeliciteerd Vivianne, ik wou dat ik erbij kon zijn. Ik hoop dat je het verhaal van de sprookjesboom net zo leuk vindt als ik. Voor Vivianne, voorgelezen door oma. Is dit niet het meest originele idee voor een blijvende herinnering? Niet alleen uw kleinkinderen zullen het prachtig vinden om overal en altijd oma of opa te kunnen horen. Maar ook uw kinderen zullen nog volop kunnen genieten en zich herinneren dat u toen zij ook klein waren verhaaltjes aan hen voorlas. Een unieke ervaring. Het inspreken is heel eenvoudig. U spreekt het per pagina in door op de linkerknop te drukken. Begin met lezen wanneer u de biep hoort. En wanneer u klaar bent, dan drukt u op de rechterknop. U hoort dan gelijk wat u ingesproken hebt. En bent u niet tevreden, doet u het gewoon over. Om te voorkomen dat uw stem gewist wordt, opent u het luikje. Hierin zitten de batterijen en een klein knopje. Wanneer u dat naar links beweegt, zoals ik nu doe, dan vergrendelt u alles. En door hem weer terug te schuiven, kunt u weer opnieuw opnemen. Zelfs wanneer de batterijen vervangen moeten worden, gaat uw stem niet verloren. Dus, zoekt u een heel origineel idee voor een cadeau van blijvende waarde, dan is dit het cadeau voor u.